Ik weet dat ze hier ergens is. Run! Oh, ah! Oh nee! Nee, 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 nee! Kom op, ga naar boven, ga naar boven, ga naar boven, ga naar boven. We moeten een exit hebben. Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en vandaag heb ik weer mijn mobiel in mijn handen. Vandaag gaan we namelijk weer met z'n allen een horrorspelletje spelen. En dit spel is onwijs vaak aangevraagd en ook misschien echt al 2 jaar lang. En ik dacht altijd van jongens, ik heb ooit al dit spel gespeeld. En dat is echt super lang geleden. Dat is ook echt beschamend om te zien. Maar dat heb ik ooit al eens gedaan. En ondanks dat wil ik het nog een keer gaan proberen op de mobiel. Dus vandaag gaan we Ice, die horror game spelen. We drukken op dit oogie. En holy damn, what the fuck? Play? We gaan gewoon starten. Just wanna talk about this break-in business. I'll recheck it for ya. You get a lot of stuff. I have the front door key. Nice, oké, dat is goed, denk ik. Anything else? Dat typen wij terug. Make a map. That place is huge. Locked out. Oh, dat was echt het meest korte gesprek ooit. Money bags to find. 20. Collect and use iRunes to check monster's position. Oh. Oh ja, 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 ja. Dit is zo lang geleden. Toen was het toch alleen op de PC. Toen heb ik het nog nooit op mobiel gedaan. Toen had ik überhaupt nog niet eens een goede mobiel. Maar we zijn hier. Waarom is het zo verdomde donker? Ik heb ook geen idee wat er achter mij aan zit. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon lopen. Oh, we need us some money bags. Waar zijn de money bags? Hier misschien in? Kan ik shit... Oh, money bag! Pak hem. Heb ik er nu één? Ja, we hebben één. Dat is very nice. En nog één! Oh jongens, hier, dit is gewoon een sikke kamer. We hebben gelijk 2. Maar meer is hier ook niet. Oké, dat is wel zeer jammer. Maar we zijn wel al... Oh, is dat zo'n oog? Nee, is gewoon een vlek op een muur. Gewoon... We gaan... Oeh! What the fuck? Ik ga niet onder een ladder doorlopen, hoor. Spel, als jij denkt dat ik onder een ladder door gelopen, dat ga ik niet doen, want dan gaan we dood door. Dan krijgen we 7 jaar, of ik heb geen idee hoeveel jaren ongeluk. En dat moeten we niet willen. Kijk hier, ik heb gewoon die fucking ladder vermeden. Haha, loser. En hier, zelf nog een goudzakje. We hebben er al 3, dit gaat lekker. Oh my god. Waarom hebben al deze mannen... Een snor. Zou er iets zijn met die snor? Dat is dan mijn vraag. Run! 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 Wat moet ik doen? Hallo? Ik heb er geen idee. Dit spel is zo random. En ook überhaupt dat we stomme goudzakjes moeten vinden. Hier lag er net nog wel één. Ja, kijk. Thanks. Legt hier nog ergens één? Onder in dat kastje? Nope. Oké, we hebben al 4. Dat is iets. Denk ik. Ik weet dat ze hier ergens is. Run! Oh. Ah! Zoek het plaatje bij het woord. Wat is dit nou weer dan? Hier zit zo'n stom oog. Oh my god. Hé, dat is nice. Oké, dan kunnen we die gebruiken om door haar ogen heen te kijken als het goed is. En hier liggen ook gewoon gelijk al 2 van die stomme dingen. Very nice. Dat zijn nou echt momenten waarvoor ik leef, weet je? Waarvan ik echt gewoon heel vrolijk word en dat ik dan eigenlijk gewoon bedenk van... Ja, dit is goed! Maar voor de rest heb ik niet echt het gevoel dat dit heel goed is. Nee, dat is dan wel weer heel erg sneu, maar... Ja, dat zijn dingen waar je mee moet leren leven. Oh mijn, een piano! En we kunnen erop spelen. Kom op, speel. Oh, wat lekker. Oh, wat lekker. Oh, wat... Oh, zo fijn. Nee, dit is echt dramatisch. Echt. Doe dan iets leuks dat je gewoon een compleet nummer hoort... in plaats van wat stom random noten in de toetsen indrukken. Ik moet die ogen wel echt gaan gebruiken... om te kijken waar ze dan bijvoorbeeld... Oh, nee. Oh, nee, dat vind ik eng. Oh, nee. Ik heb trouwens zelfs een map. Oh, dat zie ik nu pas. Wat? Dit is zo'n stomme map. Wat nou als ik op dit oog druk? Wat gebeurt er dan? Dan zien we toch wat zij... Ja, zie? Waar is ze? Ze is helemaal niet in de buurt, John. Althans, ik herken het niet. Misschien kunnen wij dan veilig naar de kelder. Of is dat de kelder waar ze was? Hallo? Greta?
Althans, ik vind je echt op een Greta lijken, dus ik noem je gewoon Greta. Ik weet niet waar je bent, ik weet ook niet of je hier bent, maar ik loop hier... Oh, die deur die gaat ook nog open ook. Holy shit, wat een basement is dit. Oh, we horen haar wel weer heel zacht. En ogen! Oké. Okay. Oh nee, die geluiden zijn zo niet fijn. Hoor dat! Oh nee, ze zit zo dichtbij, heb ik het gevoel. Ze kan echt ieder moment hier gewoon aan het einde van dit gangetje komen. Eigenlijk moet ik gewoon echt ballen... Ik heb gewoon ballen van staal. Jongens, we lopen hier gewoon die basement in. We weten dat ze hier ergens voor mij zit. Maar dat maakt niet uit. Misschien kunnen we een goed gesprek voeren met Greta. Dat zou heel fijn zijn. Die verdomde Greta in de basement. Oeh, you need to find... No way! You need to find the key in the basement, for no way! Oh, hier ligt nog wel een zakje. Oké, maar we moeten een key vinden. Willen wij de... Dit is echt zo diep triest, dit. Oh, nee, en alles trilt weer. Oh, run! Run! Ah! Rennen, rennen! Please! We can talk about it! Oh, ik weet niet of dit goed is. Waar is ze? Waar is ze? Waar is ze? Ze is in een basement! Ah, nee! Are you kidding me? Oké, als het goed is, is in de basement, zodat wij even boven kunnen kijken wat hier allemaal is. Oké, we hebben 4 van de 20 goudzakjes. Het is niet geweldig. Het is echt eigenlijk dramatisch. Lach me dus ook maar uit in de comments, want ik ben echt zo... Wat? Hoe groot is dit? Wat is dit, joh? Een of andere gekke ritueelkamer met 2 bakkies. En allemaal buizen die naar beneden gaan, I don't know. Dit voelt niet heel erg fijn. Oh, waar is ze ook? Dan hoor je ook alles trillen en dan weet je dat ze in het buurtje is. Maar je weet niet waar ze is en dat is echt heel creepy. Ik ga even kijken waar ze... Oh, ze is ook op deze verdieping. Oh, maar waar is ze? Dat weet ik niet. Ik ken deze hele verdieping niet, dat is het probleem. Oké, we gaan hier naar buiten. Ik weet niet of het veilig is, maar we gaan kijken. Ga naar deze deur. Ga hierheen. Kom op, we zitten hier... What the heck is dit, joh? Wat? Er zit in één gekke rituele kamer of zo. Check dit. Oh mijn. Dit voelt niet goed aan. Maar snel weg hier voordat we doodgaan of zo. Maar snel. Snel de gang in. Snel hier nog een deur. Nee, alles is hier dicht. Hier kunnen we heen. Wat? Nee, hier kom ik vandaan. Hier kunnen we heen. Nog een oog. Hier links is iets. Nee. Oh jongens. Oh! Onweer. Is niks. Laat ik dat even duidelijk voorop stellen. Oh, run. Are you kidding me? Are you effing kidding me? Waar is ze? Waar is ze? Oh, please, kom niet hierheen. Ze is zo dichtbij, want hier hebben we net doorheen gerend. En alles trilt ook weer. Kan het alsjeblieft ophouden met trillen op zijn minst? Ik vind dat trillen namelijk niet zo leuk. Oh my god! No way, dat is zo wel vet. We hebben een eigen muziekje. Eigenlijk moet ik hier niet te lang blijven staan, omdat ik dan denk dat daar een monster op afkomt. Dus we gaan hier heel snel weg. Heel snel hier naar links. Heel snel kijken of hier wat ligt. Fuck dat muziekje. Zoek de goudzakjes. We hebben er al 12, dames en heren. En we hebben een safe combination van 1, 2, 3, 4. Wat stond daar? Als dat serieus 1, 2, 3, 4 was, dan stop ik met dit spel. Oh, nog meer goudzakjes. We hebben er al 15. Dit is wel echt een hele goede poging, jongens. We moeten er nog 5. En dan kunnen wij hier ontsnappen aan Greta. Want zo heb ik haar genoemd. Maar dan moeten we nog wel afmaken. Waar moeten we dan ook nog escape of zo? Laten we naar beneden gaan. Oh, nee. Nee, 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 nee. Oh, rennen. Ik weet niet waar ik naartoe ren, maar dat maakt niet uit. Ze zit nog steeds achter me aan. Run. Oh, hier is een safe. Oh mijn god, er zitten 2 zakjes in. Nog eentje. Nice, 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 nice. Very nice. Hier rechts. Ik weet niet waar ze is, maar dan maakt... Ah nee, dat is fucking oneerlijk! No way! Dit is echt... Ik zet het wel gewoon op easy. Oh nee. Nee, 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 ze is hier. Ze is hier gewoon beneden in de bed. Nee. Dit meen je, ik moet hiden. Ik weet niet waar ik moet hiden. Hier misschien? Hier, I don't know. Ik ga hier staan. Oh, hier ligt trouwens ook een oog. Dankjewel. Maar is ze weg? Oh, please, ga weg. Ik sta hier ook in een hoekje op allemaal vuilnis. Als ze nou gewoon weggaat.
Oh, ze gaat weg, ze gaat weg. Kijk, ze gaat weg. Ze gaat de trap omhoog. Oké. Okay. De kust is veilig, dames en heren. De kust is, herhaal, veilig. Zit hier nog trouwens iets? Nee, ja, wel zo'n stom oog. Oké, no way, op bed! Maar die kunnen we straks gebruiken in de bed. Dat is zo random dat ik die vind. Dan kunnen we naar beneden. Hebben we sowieso 2 gratis van die zakkies. Ik moet alleen nog wel zien waar ze nu is. Ze is nu in de... Oh my god, ze loopt hier vlakbij langs. Ze is boven, ze is boven. Oké, okay, we kunnen hier snel die deur gaan openmaken als het goed is. Ze is boven, we hebben al 8 van die motherfucking zakjes. Als dit gaat werken, hè, dan ben ik zo blij. Please, gun een broeder dit. Gun een broeder, gun een broeder. Ja! Oh, kijk hoeveel zakken! Oh my god, en 10... En 11! No way, we moeten nog maar 1 zakje hebben en dan hebben we het gewoon nog gehaald. Easy is echt wel the way to go, dames en... Oh! Find the exit and escape! No way! You have enough! Oh, oh shit, nee, 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 run. Oh, ze zit vlak achter ons. Oh, we rennen, we rennen, we rennen, we rennen, we rennen, we rennen. Kom op, ga naar boven, ga naar boven, ga naar boven, ga naar boven. We moeten de exit hebben. En waar die exit... Is dit hier rechts de exit? Is dit de exit? I feel like there was something in this house. It's coming for me. I can feel it. It's here. En we disconnecten ook gelijk. Sick. Heel sick. We hebben gewoon het geescaped, dames en heren. Gewoon wel, op easy, maar, We did it. We fucking did it, Reddit. Holy damn. Hebben jullie genoten van ICE? Druk een blauw duimpje omhoog. Wil je meer horror games? Laat het weten in de reacties. Druk natuurlijk allemaal even op dat. En like, reageer en bedankt voor het kijken, druk je nou wat anders en doei mensen!